Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 24 juli. Het is warm geworden vandaag. De temperatuur is in vrijwel heel het land boven de 30 graden opgelopen. En dat betekent dat we de eerste tropische dag hebben deze zomer: landelijk tropische dag, want in de beeld werd het ook boven de 30 graden. We hebben al een tropische dag gehad, maar dat was in mei en toen was het nog niet officieel zomer. Hier zien we al die temperaturen zoals die vanmiddag rond een uur of twee waren. Aan zee was het nog een graad of 27, dieper landinwaarts werd het al 32, 33 graden. Na de komende dagen kan ik u vertellen, wordt het alleen maar warmer. En ik denk zelfs dat de temperaturen boven de 35 graden op de kaart gaan komen dit is het beeld voor vanavond. dan zijn er gewoon brede opklaringen. er zijn nog wel wat stapelwolletjes, maar die verdwijnen en de temperatuur die blijft lang hoog, zo tussen de 25 en 28 graden. aan zee staat een wind ook van zee. in het binnenland is de wind zwak en veranderlijk. en uh, ja, die wind die valt eigenlijk vanavond geleidelijk aan nog wat meer weg. Vannacht krijgen we dan te maken met temperaturen die dalen naar zo'n 18 tot 20 graden. Op sommige plaatsen is er dus sprake van een tropennacht. Ook in de stedelijke gebieden moet men er rekening mee houden dat de temperatuur boven de 20 graden kan blijven. Veel mensen zullen problemen hebben met slapen, met die hoge temperaturen. En morgen, ja, dan wordt het dus nog warmer dan vandaag. 30 tot 35 graden, dat is de temperatuur waar wij rekening mee houden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de lopende dag ontstaan er wel weer wat stapelwolletjes. Blijf blijft waarschijnlijk droog, er is slechts een kleine kans op een enkele onweersbui. Die kans is op donderdag en vrijdag iets groter. Het is dan echt wel een warmteomweder, zeer lokaal. Zaterdag neemt de kans op buien wat meer toe vanuit het westen passeert er dan een koufront en dan krijgen we te maken met enige verkoeling als ik het zo mag noemen want de temperaturen blijven Even, uh, blijven even goed hoog. Tussen de 25 en 29 graden. En het is nog maar de vraag. Of al die buien ook daadwerkelijk gaan komen op zaterdag. Lang niet alle modellen zitten op die lijn. En in dat geval blijft de temperatuur. Ja, waarschijnlijk op veel plaatsen zelfs tropisch op zaterdag. Dat moeten we gewoon nog eventjes afwachten. Donderdag en vrijdag in ieder geval. Ja, in heel het land tropisch. Met waarde boven de 35 graden. In het binnenland 36, misschien wel 37. En ik sluit zelfs niet uit dat het op een enkele plek achter. 30 graden gaat worden. Nou, ik gaf al aan dat er dan zaterdag een buienkans was. Dit is de neerslagkans voor de komende twee weken. En dan zien we ook dat we op zaterdag die buienkans duidelijk kunnen zien, die neerslagkans. Maar daarna is het gewoon weer droog en ook weer warm. De temperaturen die gaan waarschijnlijk weer verder omhoog na het weekeinde. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.